hoër echelon insetsel word aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning, gaan na Deloitte. Moneyweb, wat verantwoordelik is vir RSG geldsake, het met 'n nuwe potgooi reeks oor sake en ander leiersfigure begin. Die gesprekke getiteld oor Echelon word volledig in video en klankformaat op die Moneyweb webtuistes geplaas. Om die klankgreep te beluister, gaan na www.moneyweb.co.za. Om die video te bekyk, gaan na youtube.com/moneyweb. Ons gas in hierdie hoër echelon gesprek, wat op dinsdag 17 Julie 2012 opgeneem word, is Roelf Meyer, gewese minister van staatkundige ontwikkeling en die destydse nasionale party se hoofonderhandelaar vir die skep van 'n demokratiese politieke bestel in Suid-Afrika. Roelf, goeie dag en hartelijk welkom by RSG Geldsake. Lekker om jou hier by ons in die ateljee te hê. Dankie, Andries. Ek het maar enkele hoë profiel posisies genoem wat jy al bekleed. Jy dra deesdae nog heel party spreekwoordelike hoedens. Vertel luisteraars meer daarvan. Wel, ek is in die huidige omstandighede soort van in 'n aftree stadium van my lewe, maar gelukkig elke dag nog besig, en ek dink dit is belangrik dat die mens moet nooit kyk na aftree as werklike uittree nie, maar eerder as een nuwe fase wat jy kan ingaan om jouself besig te hou op maniere wat volgens jou eie keuse is. So ek het 12 jaar gelede uit die politiek uitgetree, en sedertdien is ek hoofsaaklik in die besigheidsomgewing. Ons het 'n maatskappy tot stand gebring so 7 jaar gelede, wat nog steeds opereer as 'n konsultasiefirma, besigheidshoofvlak bestuurs strategiese konsultasiefirma Fever 3. Daarmee was ek besig gewees vir die grootste deel van die laaste 7 jaar. En nou, meer onlangs het ek daar uitgetree, maar ek is nog betrokke by GIPS, die bestuurskool, en 'n verskeidenheid van ander maatskappye op, kom ons sê, minder voltydse basis. Roelf, die naam Roelf Meyer is nou al 'n dekade of wat, 'n huishoudelike naam vir miljoene Suid-Afrikaners. Maar magtom van daardie miljoene, hulle weet egter min van die mens Roelf Meyer. Vertel vir ons vandag 'n bietjie, waar het jy groot geword, gestudeer? Ek is gebore in die Oos-Kaap, klein plekje met die naam van Karedo, daar in die westelike gedeelte van die Oos-Kaap. Dis regtig om die beste beskrywing te gee, dis 'n village. En hy was toe 'n village, en hy is nog steeds 'n village, niks meer as dit nie. En hy bestaan nog vandag. Hy bestaan nog vandag. Ek het my laerskool daar klaargemaak. My pa was 'n boer in daai omgewing. Daarna het ons Vrystaat toe verskuif, my pa het plaas gekoop in Ficksburg se omgewing, daar in die Oos-Vrystaat. En ek het toe my hoërskool in Ficksburg klaargemaak. En so ek is groot deel van my grootwordproses was in die Vrystaat. Ek het ook Vrystaat Universiteit toe gegaan, BCom LLB gedoen, klaargemaak en toe in die praktyk ingegaan. Was 'n prokureur in Pretoria, later in Johannesburg, voordat ek voltyds in die politiek in is. Mense merk nogal dikwels dat heel party, en ek kan nou 'n paar name hier noem, ek gaan nou nie almal noem nie, maar heel party politici was voordat hulle politici gewees het of geword het, was hulle in die regsberoep gewees. Ja, ek dink dit is eintlik daar's 'n goeie verklaring daarvoor. My mentor op universiteit, my belangrikste mentor op universiteit was professor Stef Nodee, wat later bekende geword het omdat hy DG was by Handel en Nywerheid in die vorige regering se tyd. En hy het altyd gesê die voordeel van regstudie is dit leer jou om te onderskei tussen die kaf en die koring. En ek dink dat dit kom handig te pas in die politiek, en is miskien een van die verklaringe hoekom so baie ouens wat in die politiek is inderdaad vooraf gegaan het met 'n regsopleiding en of 'n regspraktyk ervaring. In regslei het ook die vermoë om nogal goed te kan debatteer ook, en dis waarskynlik 'n ander eienskap wat redelik handig te pas kom in die politiek. Ek dink dit leer 'n ou sekere kwaliteite, die regstudie. Maar soos ek sê, die belangrike vir my, en dit bly nog steeds, dink ek, maar as ek met myself oordeel vandag, nog een van my handige bates, indien mense dit so kan omskryf, is die vermoë om analities na sake te kyk. Analities na gebeure of onder spesifieke punte. Dit was my groot bate, dink ek, tydens die onderhandelingstydperk, was om analities na 'n situasie te kyk en te kyk waar lê die oplossing, gegee wat die omstandighede waarmee jy moes handel.
Net kortliks, hoe het jy in die politiek beland? Wie het jy daar aangepraat? Ek was in die stadium 'n jong prokureur in Johannesburg, by die firma by wie ek aangesluit het, na ek klaar gestudeer het. En ek was woonagtig in Johannesburg, en toe het die kiesafdeling Johannesburg Wes oopgekom. Mense sal onthou, in die tyd het ons kiesafdelings gehad. En die kiesafdeling het oopgekom as gevolg van die feit dat David de Villiers aangestel was as ambassadeur in Londen. Dit was in 1978. En toe die studente letterlik my gevra, want dit het ingesluit RAI destyds. En hulle het my gevra om te kom my beskikbaar stel in Dawie se plek as nasionale party kandidaat vir die omgewing. Ek het gedink dis te gou in my lewe. Ek het geoordeel ek wil nie op daai stadium al reeds in die politiek betrokke raak nie, want ek was maar 31 jaar oud. Maar na 'n bietjie oorreding, en dit was seker nie te moeilik geweest nie, het hulle my gesê oorreed om dit op te neem, en ek het toe kandidaat geword en op die eind verkies geword, en so het my politieke loopbaan in 1979 begin. Roelf, ons lê in hierdie gesprek sterk klem op die rol van voorsitters, nie noodwendig net sakevoorsitters, voorsitters van baie ander instansies, instellings. Enkele instansies waar jy opgetree het, groot geleenthede as voorsitter, dat ons net daardie deel van jou geskiedenis regkry, want dan wil ek verder praat oor dit wat voorsitterskappe vir jou geleer het, die uitdagings wat daar gewees het, wat daar na vore gekom het. Geef ons net 'n idee van, by watse soort van geleenthede het jy nou al as voorsitter opgetree? Wel, ek het op 'n baie vroeë stadium het ek die voorreg gehad om in so 'n situasie te beland, en ek praat terug na my studente daartoe. Ek was voorsitter van die studentenraad op Koffsies. Ek was president van die ASB, dit was die liggaam wat alle Afrikaanse universiteite op daai stadium saamgesnoer het. En ek praat nou van die vroeë 1970s. So ek het op 'n baie vroeë stadium daai blootstelling gehad. Later was ek voorsitter van die junior rapportryers. En as ek nou maar terugkyk daarna, ten spyte van al die negatiewe wat ek ook daarmee saamgeloop het, was daar tog die positiewe, en dit is dit in my vroeë stadium my lewe blootstelling gegee aan die geleentheid om voorsitterskap uit te oefen, maar ook keuses te maak, om besluite te neem en alles wat daarmee saamgaan. So dit het my voorberei, dink ek, tot 'n baie groot mate vir my politieke loopbaan wat daarop gevolg het. En later tyd nou in die besigheidsomgewing waarin ek gestaan het, spesifiek in die 7 jaar waarna ek verwys het by Fever 3, was ek in 'n besluitnemende hoedanigheid dikwels, wat my blootgestel het op baie spesifieke maniere aan keuse uitoefening. So ek kom terug elke slag as ek na die begrip voorsitterskap of uitoefening van besluitneming verwys, dan gang dit oor die feit dat 'n mens blootgestel word en uitdagings het omtrent besluitneming. Geef vir ons enkele van die uitstaande uitdagings, die voorbeelde uitdagings waarvoor jy te staan gekom het, wat vir jou bybly, wat ons dalk vandag as 'n gevalle studie kan gebruik, waar keuse uitoefening, die woord terme wat jy gebruik, wat dit baie sterk ter sprake of ter sake gewees het, enkele van daardie uitstaande gevalle. Ek sou sê dat die belangrikste ervaring wat vir my onmiddellik na die onderwerp toe bring, is dit wat ons in die onderhandelingstyd beleef het. En as ek 'n paar eienskappe rondom dit kan uitlig wat ek dink nie net vir ons toe van belang was nie, maar dat in enige omgewing en enige persoon se individuele omstandighede van belang is, is die volgende. Die eerste is inklusiwiteit. Ons het geleer dat ons gaan nie die probleem oplos van Suid-Afrika tensy ons 'n inklusiewe benadering volg. Met ander woorde, alle partye wat betrokke is by die probleem, betrek by die gesprek, betrek rondom die tafel, en dit het eventueel gelei tot die vrylating van meneer Mandela en die begin van die onderhandelingsproses, deurdat ons gesê het almal moet rondom die tafel gaan sit, en dit was die finale oorgang vanaf die ou bedeling dan die nuwe bedeling. Die tweede eienskap wat ek dink belangrik was in daai ervaringsveld, was die een van om onderlinge vertroue te bou, ook onderlinge vertroue tussen opponente of mense wat van jou verskil. Ons moet onthou dat toe ons begin het met die onderhandelingsproses, was ons inderdaad vyande van mekaar gewees. En ons moes dit
omskep in een basis van onderlinge vertrouwen. Die manier waarop ons dat vertrouwen gebouw het, het te maken gehad met onderlinge begrip, mekaar te leer ken. Daaruit voortspruitend het ons respect voor mekaar ontwikkel en daaruit voortspruitend het ons vertrouwen in mekaar ontwikkel. Ek kan met genoegdoening terugkijken naar die ervaring wat bijvoorbeeld Cyril Ramaphosa en ek rondom die ervaring gehad het, waar ons onderlinge vertrouwen, die Engelse woord is trust, in mekaar so sterk geworden dat ons inderdaad alle problemen kon oplossen. Die derde eigenschap wat naar mijn gedachten komt, is die ene van eienaarskap. Wat betekent dit? Dit betekent in termen van ons ervaring van destijds dat ons het eienaarskap geneem van die probleem, maar ons het ook eienaarskap geneem om een oplossing te vinden voor die probleem. Want dit was uit die aard van die zaak baie makkelijk om een kant te staan en te zeggen: dit is die ander ouwense fout. Hulle moet eerst recht maken en dan zal ek of ons verantwoordelijkheid neem voor ons kant van die zaak. Die teenoorgestelde was inderdaad die benadering om te zeggen: wat is uit die oogpunt van eienaarskap, wat is die bijdrage wat ons kan maken om hier die probleem op te lossen wat niet weg, wat het probleem is wat niet weggaan nie. En die feit van eienaarskap het meegebring verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid vir die skep van een omgeving waarin die oplossing gevind kan worden, maar ook uiteindelijk die eindresultaat, namelijk die grondwet wat ons vandaag nog steeds het. So, hier is enkele van die eigenschappen wat ek in die proces geleer het, wat deurslaggewend was, in termen van my ervaring daarvan. En als ik terugkijk nou, 20 jaar later, dan wil ik zeggen, die eigenschappen is in ons almal se omgeving dagelijks aanwezig, en het hang af wat ons daarmee maken, en hoe ons dit beoefen en hoe ons het uitoefen. En dit gaan nie net oor die bezigheidsomgeving, en dit gaan ook oor die manier waarop leiders en of bestuurders hulle take uitoefen. Roelf, jy het in jou loopbaan het jy waarschijnlijk al hordes vergaderings bijgewoon, nie waar jy as voorzitter opgetreed nie, maar onder voorzitterskap van ander mense. Misschien enkele aspekte wat jy onthou, uitstaande eigenschappen, dalk selfs name van goeie voorzitters wat jij mee te maken gehad het? Wel, die twee uitstaande voorzitters waarmee ek te maken gehad, kom dadelijk naar mijn gedachten. Die een is meneer E.W. de Klerk, wat mijn principaal was in die tijd toen ons onderhandel het, aan die kant van die destijds regering. Die andere een is meneer Nelson Mandela, wat die president was, die eerste democratische president van Zuid-Afrika was, en onder wie sy leiding ek die voorreg gehad het om in wie sy kabinet kon dien die eerste paar jaar nadat ons die oorgang gemaakt het. En hulle twee was vir twee heeltemal verskillende style. Die een het sy leierskap beoefen aan die hand van die machtsposisie wat hy bekleed. En ek praat van E.W. de Klerk, omdat hy president was van die land. Hy was die taak opgelê, maar hy het ook die autoriteit gehad kragtens die destijdse grondwet om die besluit te uit te oefen, soos wat hy dit gedoen het. Die ander ene, president Mandela, se leiding het eindelijk van een intrinsieke vermoe afgekom, en het was nog altijd so gewees. Hy het nie nodig gehad om een grondwet, sy autoriteit uit te oefen, nie. Hy het dit gehad in homself, en ek denk sy hele lewe het dit gedemonstreer. So, dit is twee verskillende leierskaps uitoefenings, wat ons daar gesien het, en twee verskillende style as gevolg daarvan ook. Maar ek het persoonlijk uitnemend baie daarby geleer, en ek denk, mens kan nou nog die twee persone as figure voorhou in Suid-Afrika wat ons allemaal kan volg. Kom ons hoor, een of twee punte van dit wat jy daar uit geleer het, lesse wat mens nou uit daardie ervaring van jou kan deurtrek vandag na die algemene samenleving, na die sakewêreld, die beleggingswêreld miskien? Wel, ek denk, as ek kan begin by meneer de Klerk, die feit dat hy, toe hy die leierskap op hom geneem het, dan oor het toe hy president geworden het van die land, en ek verwijs na Augustus 1989, was daar sekere keuses waarop hy afgestuur het. Hy kon of die situasie gehandhaaf het, wat toegeheers het, namelijk een van konflik, of hy kon een werklike ingreep maak om uit die konflik uit te tree. En hy het die leierskap uitgeoefen aan die hand van die keuse wat hy gemaakt het, wat waarschijnlijk een pragmatische keuze was. Want die druk was enorm op Suid-Afrika op daai stadium. Maar hy het die keuze gemaakt
om die rechte ding te doen. En dit was niet net om meneer Mandela vry te laten in die organisaties wat verboden was te ontbannen, maar ook om inderdaad die proces van onderhandeling aan die gang te zetten en leiding te geven op die manier. Wat leer ons daaruit is naar mijn oordeel die feit dat daar is uitdagings wat allemaal in bestuurs- en uitvoerende posities voor beland. En tenzij jij die werkelijkhede van die situatie, die realiteiten onder die oor neem, gaan jy nie een succes maken van die wijze waarop je die uitdagings hanteer nie. En dit geldt weer eens voor bezigheidsondernemings, het geldt voor ons in ons persoonlijke uitoefening van bestuurs- of leidersposities ooral oor. Aan die andere kant was daar die ene van meneer Mandela, wat ek denk die meest uitstaande eigenskap wat de mens van hom onthou is, die wijze waarop hy versoenend opgetreed, teenoor alle Suid-Afrikaners, maar ook terselfdertyd sterk leiding gegeet. Kom ons denk een beetje terug aan die geleentheid toe Chris Hani vermoor is. Dit was een... Klink vir my, hier is een beetje van een gezoom hier op die lijn, is vir hom verskoning daarvoor, maar ek denk, Rolf, kom ons gaan maar voort by die gesprek. Dit was die tijd van die moord op Chris Hani. Dit was een geweldige, spanningsvolle oomblik toe dit gebeur het. En die persoon wat die situatie gered het, was meneer Mandela. Met die wijze waarop hij opgestaan het en leiding gegeet aan alle Suid-Afrikaners, specifiek diegene wat toegesê het, nou bereik ons een punt waar ons niet langer gaan wacht vir onderhandelings of voltooi nie, ons wil nou maar gryp, as gevolg van die sluipmoord op Chris Hani. Meneer Mandela het opgestaan en gesê, nee, ons gaan voort met het proces van sinvolle, vreedzame onderhandeling, tot ons bij die eindresultaat uitkom, namelijk een nieuwe grondwet voor Zuid-Afrika. Die eigenskap van leiderschap, waar hij op een kritieke oomblik opgestaan het en die leiding gegeet, was van deurslaggevende belang voor het land. En terug naar die vraag, hoe pas ons dit toe op enige bezigheidssituatie of besluitneming waar ons met maak ten opzichte van investering of wat ook al die geval mag wees. Ek denk, daar is oomblikke van risiko's wat jy moet neem. En as jy nie die ferm en krachtige leierskap uitoefen om die besluit deur te voer nie, dan gaan die risiko omself op jou wreek. En ek denk, meneer Mandela is een voorbeeld van destijds, kan ek gebruik om te sê, hy het die regte besluit geneem in die aangezicht van risiko's, dat sy eie mense om sou verwerp, dat sy eie ondersteuningsbasis om sou verwerp, dat hy ferm leiding gegee en eenvoudig volgehou daarmee tot by die punt van de vreedzame oplossing vir Suid-Afrika. Rolf, die tyd is bezig om ons in te haal. Die lewe is dikwels geweldig complex. Die gewone lewe daar buiten op straat, in die sakewereld, in die politiek, so ook Rolf Meyer se lewenspad. Wat doen jy om die lewe te vereenvoudig, om die lewe makkeliker te maak, lekkerder te maak? Dink toch al, die sakeleiers wat so onder druk is destijds, of dikwels, hulle sal ook graag wil hoor, wat is brok advies of brokke advies het jy hier? Dat ek dadelijk begin om te sê, ek is nie golfspeler nie, so dit het my nooit gehelp nie, ek is ook nie een visserman nie, so dit het my ook nie gehelp nie. Maar wat ek wel op een vroeg stadium geleer het, is dat dit help om te gaan oefen. Ek het dikwels in die tyd toe ons onderhandel het selfs, selfs in die aand as ek laat by die huis kom en moeg was, het ek eerst gaan hardloop, gaan draf. En ek het geblei in die omgeving waar het moontlik was om selfs 11 uur, 12 uur in die aand te gaan draf. En ek het gedoen. En op die manier het ek die spanning uit my systeem uitgekry. Vandag is ek nou een beetje lui, ek gaan nou nie meer draf nie. Jy gaan nou stap. Ek gaan gereeld jump toe. En ek moet sê, dit is vir my wonderlik. Jy weet, as ek selfs in die middag laat by die huis kom en ek voel, ek het nou een goeie dagse harde werk achter die rug. En ek gaan gym toe en ek oefen daar vir 40 minuut en voel ek een ander mens. En ek beleef dit steeds op hierdie stadium. So, my advies sal wees, maak seker dat jy gereeld oefening kry, dat jy gereeld daar ontlading kry. Want oefening gaan nie net oor die toestand van fiksheid nie, dit gaan ook oor die bloedsomloop. Met ander woorde, dit maak jou brein skoon. Rolf, Suid-Afrika het 'n lang pad gestap, polities gewys, sake gewys, andersins gewys, sedert die demokrasie in hierdie lang pad begin het. Wat is vandag vir Rolf Meyer prioriteite? Waaraan gee jy nou aandag? Waaraan werk jy wat jy reken kan help om hierdie land Suid-Afrika te maak werk? Wel, soos wat 'n mens oud word of ouer word, ontwikkel jy meer wysheid. Jy weet, ek sê dikwels, ek sou vandag, denk ek, 'n baie beter onderhandelaar gewees het as wat ek 20 jaar gelede was.
omdat ik meer wijsheid heb. Maar ik heb niet diezelfde energie als wat ik toegehad heb. En energie is een verschrikkelijke belangrijke eigenschap wat de onderhandelaar moet hee. Hy moet bereid wees, of sy, moet bereid wees om van morgen tot aand, en als het nodig is, dwars die nacht te kan alles inzet. Maar die wijsheid wat ik vandaag weer beskik, gee my die vermoe om keuzes te kan maken en om betrokken te wees bij dingen waar ik denk ek invloed kan uitoefen. Kom, ek gebruik een voorbeeld. Die hele grondhervormingsdebat is een wat mij nogal na in die hart staan, misschien omdat ik van de plaats af kom oorspronkelijk. En dit het mij genoop om bij Gwedi Montashe uit te komen en ons het gesprek gehad en ons het, en ek praat van so ondanks as hierdie jaar. En op die einde het ons besluit ons met probeer om die grootboere van die land in gesprek te brengen met die besluitnemers, dit was die mense in die regering. En ons het dit onlangs aan die gang gesit, die gesprek is aan die gang, ek die vermoë gehad of die geleentheid gehad om dit te faciliteer hierdie gesprek. Ons het 40 van die topboere van die land daar gehad die dag in gesprek met die secretaris-generaal van die ANC, Gwedi Montashe, en nog andere verteenwoordigers van Natuurlijhuis. Ons is bezig om aan een nieuwe conceptdocument te werken rondom die grondhervormingsbeleid. Dit geeft voor mij verschrikkelijke satisfactie. Met andere woorde, ek krijg niet directe compensatie daaruit, dat is ook niet nodig, nie, maar ik kan een bijdrage maken wat voor mij voel een verschil kan maken aan een zaak wat contentieus is op die oomblik in Zuid-Afrika, aan weerskanten van die spectrum. En op die manier kan ik steeds een bijdrage maken en een dienst leveren aan die land, als ik het zo mag stellen. Roef, die tijd die het is ongelukkig ingehaal, ons voer heerlijk gesprek, ons praat lekker, ons kan nog baie lang praat, maar ongelukkig is vijand tijd hier bij ons. Zo'n 10, 15 seconden is jouw boodschap vandaag aan mede Zuid-Afrikaners? Kijk, ik blijf een aards optimist en ik zal het altijd zo wees en ik zal het hopelijk zo doodgaan. So, ik denk ons met dankbaar wees voor het feit dat ons Zuid-Afrika vandaag als een democratische, vreedzame land het, en als ons dit vergelijkt met andere potentiële moontlikhede wat op ons skinkbord kon wees, dan moet ons dankbaar wees aan die een kant, maar ons moet terselfdertyd ons geleenthede voluit benut. Ek bly sê, ons Zuid-Afrika is een onderpresteerder in termen van sy werkelijke vermoë, maar ons maak daarom wins. So, ons is een winsgevende onderneming, maar een onderpresteerder, en ons moet elke dag kyk oor hoe kan ons vermoë verbeter om beter te presteer. Roef, baie dankie dat jy by RSG Geldsake kom kuier. Het voorspoed sterkte met al die take waarmee jy nog bezig is, en ons hoop dat jy gaan baie suksesvol wees met wat jou hand ook al vind om te doen, wat jy ook al doen, wat jou hand vind om te doen. Voorspoed alles wat die beste. Baie dankie. Dit was Roef Meyer, gewese minister van staatkundige ontwikkeling en die destijdse Nationale Partijse hoofonderhandelaar vir die skep van een demokratische politieke bestel vir Suid-Afrika. Die hoër echelon insetsel, die zijn jou gebring door Deloitte. Vir innoverende denken, degelijke strategische beplanning, gaan naar Deloitte.